Lieve gemeente en lieve vrienden, vanaf het Melusi-project in Zuid-Afrika wensen we jullie hele goede feestdagen en God zegen voor het nieuwe jaar. Een hartelijke groet van familie van de Vlag. Doei! Doei! Het is de tijd van het jaar dat eigenlijk alles hier ook een beetje gaat sluiten. Het is nu kerstseizoen en de mamas zijn nog aan het werk en die krijgen vandaag hun kerstpakketten. Dat is altijd een mooi moment. We zijn dankbaar dat we ook deze mamas mogen hebben in de tuin en dat we de tuin ook zo goed hebben kunnen onderhouden en heel veel groenten hebben kunnen produceren voor de keuken en voor de voedselpakketten. Dus het is altijd bijzonder om aan het eind van het jaar samen in gebed af te sluiten met elkaar. En dit is ook een van de projecten die we afgelopen jaar hebben gedaan. Het renoveren van deze twee, zoals ze heten, roundavels, twee ronde hutjes. Waarin we in het midden ook een badkamers hebben gemaakt, zodat we dit nu kunnen gebruiken voor onze daklozen en residents. We hebben nu hier 8 mensen die hierin verblijven, dus een mooie plek. Aan het eind van het jaar zijn we nog bezig met één groot project en dat is het plaatsen van een nieuw hek rondom het hele terrein. Dat heeft ook te maken met het gevoel van onveiligheid wat we de laatste maanden vooral ervaren. We hebben veel diefstallen gehad en ook wat aantal inbraken, dus vandaar dat we nu bezig zijn met het plaatsen van een compleet nieuw hek, zoals je ziet. We hebben nog een end te gaan. Het is maar liefst 350 meter lang. Halala! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Hallelujah. Amen. Amen.